We lezen samen Johannes 6 vanaf vers 52. De Joden dan streden onder elkaar, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen: voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijk hij mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk uw vaders het mannen gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zei je in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn... Ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zag opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de 12: wilt gij dan ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun: heb ik niet uw 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zei dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12. Gemeente, in dienst van nabetrachting en dankzegging is het nodig dat we reflecteren op wat er vanmorgen is gebeurd. En in bijzonder hoe ik daar ondergesteld was. Het gaat om u. Het gaat om mijn persoon. Hoe stond ik tegenover het heiligavondmaal en bijzonder tegenover de Heer? En ik wil dat doen, mede aan de hand van de catechismus, zondag 29, dat ook gaat over het heiligavondmaal. We lezen twee vragen met de antwoorden. De eerste vraag is vraag 78 van zondag 29. De vraag luidt: wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord: nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken, een verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Jezus Christus genaamd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en
Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid, passief en actief, zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. Het thema luidt dan ook, gemeente: hoe was Christus vanmorgen in het heiligavondmaal? Dan willen we in de eerste plaats stilstaan bij zijn aanwezigheid, de tweede plaats bij zijn onderwijs en in de derde plaats bij zijn verzekering. Dus bij zijn aanwezigheid, bij zijn onderwijs en bij zijn verzekering willen we stilstaan. Is Christus aanwezig in het avondmaal? Dat is de grote vraag, gemeente, die gesteld werd in de theologische discussie die gevoerd werd. Onder meer door Maarten Luther en Calvijn en Zwingli, maar ook binnen de Roomse kerk. Het is misschien opvallend, gemeente, als ik zeg dat Rome en Luther en Calvijn tot op zekere hoogte op één lijn staan. Dat zal u wel verrassen. Die waren het in ieder geval wel met elkaar eens dat Christus aanwezig is. Hij is aanwezig. Hij was vanmorgen aanwezig. Er was ook een ontmoeting met hem. Een ontmoeting met de Heer Jezus. Hij, de grote gastheer. Gemeente, ik was niet de gastheer. Echt niet. En de kerkraad ook niet. Maar Christus was de gastheer. En hij heeft de zondaren genodigd. De geredde zondaren. De Mephibosets hebben we ze vanmorgen genoemd. Mensen die zo gering van zichzelf zijn gaan denken. En die net als Mephibosheth geestelijk dan te verstaan kreupel zijn aan hun voeten. Die het leren: Heere, Heere, trek mij en ik zal u nalopen. Breng mij waar ik mezelf niet kan brengen. Die mensen, klein van zichzelf denkend, die moeten geleid worden door hem. Maar die hun betrouwen dan ook alleen en alleen op hem hebben leren stellen. En dat kan verschillend zijn qua zekerheid. De een staat verder af dan de ander. Er zijn baby's in de genade. Er zijn jongelingen in de genade, zoals het woord het leert. En er zijn ook ouderen in de genade. Er zijn dus minder en meer geoefenden. Zo worden ze ook wel genoemd. De Westminster Confessie wordt wel het onderscheid gemaakt tussen het toevluchtnemende geloof en het meer verzekerde geloof. Maar één ding is wel nodig. En dat is die belijdenis waar we van gehoord hebben met de schriftlezing die u vindt in Johannes 6. Als de Heer Jezus aan de discipelen vraagt: en jullie dan? Jullie, gaan jullie ook net als de andere weg bij mij vandaan? Letterlijk staat er: u toch niet ook? Dus daar klinkt ook verlangen in, liefde in, bezorgdheid. Wat gaat u doen? En dan komt die belijdenis: nee, tot wie anders zullen we gaan, Heere? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Kijk, met zulke gaat de Heer Jezus
het avondmaal vieren. En dan maakt hij zichzelf bekend als die grote gastheer. Maar ook als de vervulling van die eenvoudige tekenen van brood en wijn. Dat ben ik, zegt hij dan, Petrus, dat gebroken brood. En dat ben ik, die vergoten wijn. Dat ziet op mijn lijden en op mijn sterven. Meent tot op zekere hoogte dus zijn Rome en de reformatoren het met elkaar eens. Er was één reformator die het daar niet mee eens was, dat Christus aanwezig was tijdens het avondmaal. En dat is Zwingli. Zwingli zei, nee, dat is valse mystiek. Hij zegt, het is alleen maar een herinneringsmaaltijd. Wij gedenken het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. We doen dat omdat hij het bevolen heeft, maar dat is het dan ook en niet meer dan dat. Er vindt geen versterking van het zwakke geloof. Er vindt geen ontmoeting plaats tijdens de bediening van het avondmaal. Het is alleen maar een herinnering. Waren Rome en Calvijn en Luther het op alle punten dan eens met elkaar? Nee, want dan komt de grote splitsing, zou je kunnen zeggen, tussen Rome en de reformatoren. Rome leerde dat zodra de priester het brood en de wijn heeft gezegend, dat er ook werkelijk een verandering plaatsvindt. De transsubstantiatieleer. Ze leerden dan wordt dat het lichaam van Christus. Dan wordt dat het bloed van de Heer Jezus. U kunt zich dan ook voorstellen dat ze verschrikkelijk bezorgd waren dat er geknoeid zou worden met het brood. Ik heb vanmorgen wel eens even iets verkeerds gedaan, dat zag u niet, maar dat er soms een klein stukje op de grond viel. Toen moest ik daaraan denken. Ik dacht, gelukkig hoef ik niet bezorgd te zijn. Dit is geen lichaam van Christus geworden. Maar als een priester dat deed, dan vreesde hij. Martin Luther die beefde over zijn hele lichaam. Toen hij iets morste uit de wijnkan, want hij had het bloed van Christus gemorst. Meente, dat kan niet. Want de Heer Jezus kan niet nog een keer geofferd worden. Niet nog een keer gekruisigd worden. Hij heeft eenmaal zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten. En daar blijft het ook bij. Dus daar neemt de reformatie dan ook afstand van. En daarom hier zoveel aandacht in die catechismusvraag. Hoe zit dat nu met de aanwezigheid van Christus? En eigenlijk ziet u het al ook terugkomen in het antwoord op de vraag van ja, het is eigenlijk wel heel inconsequent van Rome. Want Rome leert toch ook niet dat het water van de doop verandert in bloed? Nee, daarom beginnen ze, nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is. Dat leert u toch, Rome? Zo is het ook niet met het heilige avondmaal. Het wordt niet het lichaam van Christus. Wel, gemeente, bleef Luther vasthouden aan de zogenaamde consubstantiatieleer. Wat bedoelde hij daarmee? Wel, zegt hij, het lichaam van Christus is bij, met en onder de tekenen. Hij zegt, er gebeurt wel iets mee. Het wordt niet letterlijk het lichaam en letterlijk het bloed, maar het lichaam van Christus is er wel bij, met en onder. En dan maakt hij wel de vergelijking met een stuk ijzer dat door de smid in het vuur wordt gelegd en dat begint te gloeien. Hij zegt, dan zie je een eenheid ontstaan. De kolen die gloeien en het ijzer dat gloeit, ja, alles wat in die oven ligt, dat is gloeiend. Zo is het nu ook met het heilige avondmaal. Dat is toch doortrokken, zegt hij, door Christus. Want Christus is alomtegenwoordig en hij is daarin ook aanwezig. Nou, dat is een heel strijdpunt geweest. Ik zal u er niet te lang mee vermoeien, maar het heeft er een keer toe geleid dat er een vergadering was over een aantal punten, over 15 punten, waar Zwingli aan meedeed en Luther. En dat op een gegeven moment Luther zei, dit is mijn lichaam, en hij schreef het op. Hij zegt, en dat zult u laten staan. Als Christus het zegt, dan is het zo.
En hij verweet de anderen dat ze veel te rationalistisch waren. Jullie willen het met je verstand kunnen begrijpen, zegt hij. Dat kan niet. Het is een geloofszaak. Nou, een beetje gelijk heeft hij natuurlijk wel als het gaat om het punt dat het een geloofszaak is. Maar als het gaat om zijn gedachten ten aanzien van ja, de aanwezigheid van Christus in die tekenen, moeten wij toch afstand nemen. Nee, Calvijn die wijst erop, het is niet letterlijk, dit is mijn lichaam, maar de geestelijke aanwezigheid van Christus. Zoals we dat lezen in de brief van Paulus, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus. Het brood dat we breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus. Want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Dat is beeldspraak. En dat hebben we wel vaker, zoals de besnijdenis wel eens vereenzelvigd werd met het verbond. Dit is het verbond, zei de Heer dan. En dan bedoelt hij, dit is een teken van het verbond. Of we zeggen Pascha, dat is voorbijgang. Maar het was het bloed dat gestreken was aan de posten van het huis. En dan ging de engel voorbij. En zo zijn er nog wel veel meer gemeentebeelden die wij zelf ook gebruiken. Denk aan het vaak aangehaalde voorbeeld van een foto. U pakt een foto van uw gezin als u een gezin hebt en zegt, kijk, dit is mijn gezin. Natuurlijk is dat niet letterlijk uw gezin, maar iedereen begrijpt dat ook. De beeldspraak. Ik wil het niet al te technisch maken verder in deze dienst, omdat het ook een dienst is van nabetrachting. En ik wil u daarom bij deze eerste gedachte de vraag stellen. Hoe was Christus vanmorgen voor u aanwezig? Hoe? Of was hij voor u de grote afwezige? Want of we nou in de bank zitten of aan de tafel zaten, dan kan het zo zijn, gemeente, dat hij toch de grote afwezige was. En dan zijn er twee mogelijkheden als hij afwezig was in uw waarneming. De eerste mogelijkheid is dat hij nog nooit aanwezig is geweest. Dat u moet zeggen, ik ken hem niet en ik heb hem ook nog nooit gekend. Ook al gaat u netjes naar de kerk, bent u er vandaag misschien wel twee keer of luistert u mee. Uitwendig is er niets op u aan te merken. Maar Christus heeft alles op u aan te merken. Hij zegt, ik weet, u bent niet koud, u bent niet heet, u bent lauw. En misschien moet hij wel zeggen van u bent rijk. U denkt dat u rijk bent en verrijkt. Maar u hebt aan alles gebrek. Ook al denkt u aan niets gebrek te hebben. U mist mij. U kent me niet. En dan is de vraag gemeente, hoe gaat u verder? Als u vanmiddag eerlijk moet antwoorden, ik ken hem niet. Denk dan niet dat door middel van uiterlijke tekenen van brood en wijn, het gebruik daarvan, het verandert in uw leven. Er zijn soms mensen die dat denken. Als ik dan maar aan het avondmaal zit, dan komt het goed. En dan is het goed. Meent u, dat is precies hetzelfde, zou ik eigenlijk willen zeggen, als iemand die graag getrouwd wil zijn en naar de juwelier gaat en twee ringen koopt en zegt, zo, nou ben ik ook getrouwd. Dan gebruik je de symboliek voor de zaak die het betekent, maar u begrijpt met de symboliek, ben je niet zalig. Wat moet u dan doen? Nou, niet zo doorleven. Dat kan niet, dat mag niet. De Heer Jezus, hij wenkt u en hij nodigt u. Wend u toch tot mij en wordt behouden. Zoals we dat hebben gelezen in Johannes 6. Daar stond hij voor de scharen. En toen heeft hij hen erop gewezen. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En zoals het manna door een ieder mag worden gegraapt, worden gegeten. Zo ben ik gekomen, zegt hij. Om zondaren zalig te maken.
Hij maakte geen onderscheid tussen de tollenaar, de hoer en de farizeer. Nee, hij sprak ze allen aan. Ze hadden hem nodig. U heeft Christus nodig, gemeente. En het kan geen uitstel lijden. Heeft u het pas nog gelezen van die organist in een gemeente? 2 weken geleden, als ik het goed heb. In Nunspeet. Jonge man nog. Hij zat te spelen op het orgel. Voor de dienst. En plotseling hield hij op met spelen. En ze gingen kijken. En hij was niet meer. In de dienst overleden. Op het alleronverwachts kunt u opgeroepen worden. En dan zal de Heer het aan u vragen. Hebt u mijn zoon gekend? Mijn zoon bemind, in hem geloofd. Bent u wel eens in de klem gekomen? Dat u niet verder kon en zei, het moet nu veranderen. Dit kan zo niet langer meer doorgaan. Want ik moet God ontmoeten. En voor het te laat is, moet ik hem vinden. Want wie hem vindt, die vindt het leven. Johannes schrijft het in zijn brief. Wie Christus heeft, wie de Heer Jezus Christus heeft, die heeft alles. Die heeft het eeuwige leven. Maar wie hem niet heeft, die is nameloos arm. Die heeft het leven niet. En dan drukt de schuld nog op uw gemeente. Dan zult u uw zonde last zelf moeten dragen. En dat voor eeuwig. Want dan is uw zonde last niet weggedragen. Het kan ook zijn dat u zegt, ik heb hem wel ontmoet. En ja, het was vandaag wel anders als vroeger. Al een poos misschien wel zo. Hij is weer verborgen voor mij. Dat kan. Wat moet ik dan doen? Zegt u. Wat u moet doen. Met de jongste zoon weer opstaan. En naar hem gaan. Uw zonde belijden. Ook vragen, Heere, wat is het? Of weet u het misschien wel? Weet u het eigenlijk wel wat er is? Is er misschien wel een heimelijke zonde in uw leven waar u van geniet? Weet u het wel? Dat u misschien zo wereldgelijkvormig bent geworden dat de Heere moet zeggen, maar zo kan het toch niet? Die zo weer opgaat in het dagelijkse leven met een matta druk bent met van alles. Behalve met die stille omgang met de Heere. Hij zegt het, zonder mij kunt ge niets doen. Geliefde gemeente, ik kan dat allemaal nu niet natuurlijk tot in detail gaan bespreken. Ik zou u ook willen wijzen op de goede boeken die daarover zijn. Ik heb afgelopen woensdag geciteerd uit Thomas Watson. De zaligsprekingen. Nou, iemand als Watson, die geeft ook steeds allerlei oorzaken aan voor het ontbreken van tranen, het ontbreken van zachtmoedigheid. En dan wijst hij al die oorzaken aan. Denk ook aan het boekje dat heel recent weer opnieuw verschenen is. Hertaald is door broeder Bregman. Pas hier nog op de oudere middag ook naar voren gebracht. En besproken van Hoornbeek, dominee Hoornbeek. Er zijn heel wat jongeren die ook op het Hoornbeek College zitten. Nou, dominee Hoornbeek heeft een boekje geschreven over geestelijke verlatingen. En dan wijst hij de oorzaken aan. Hoe komt het dat die verlating er is? Wat is dat in uw leven dan? Dat kan een zonde zijn. Een verborgen zonde, misschien uw onwetendheid. Het kan ook zijn dat de Heer u iets wil leren. Dat er geen speciale zonde in uw leven is. Denk maar aan Job. Die kon zeggen, er is geen bijzondere zonde. En toch verbergt de Heer zich. Dat de Heer u wil leren om af te zien van alles wat op aarde is. En uit het geloof alleen te leven. Maar zo wijst hij diverse oorzaken aan. En hij geeft het medicijn. Welk medicijn u moet gebruiken. En laat ik in ieder geval 1 medicijn noemen, gemeente. En dat is de verborgen omgang met de Heer. Dat is zijn woord. Zoek hem weer in zijn woord, want hierin is hij te vinden. Klop weer opnieuw. Blijf kloppen totdat hij opnieuw open doet en met u avondmaal viert. Lees ook artikel 16 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, waarin ook deze pastorale adviezen worden gegeven om tot meerdere zekerheid te komen.
En eigenlijk heel simpel, heel eenvoudig zeggen onze vaderen: de middelen, de middelen, de middelen en nog eens de middelen. De middelen van het woord, van het gebed, van de meditatie en ook van de sacramenten. Het is niet goed, gemeente, als u mag weten dat het in het verleden zo was, dat de Heere u verschenen is, dat de Heer Jezus Christus uw zaligmaker werd en dat als het donker is dat u zegt, dan ga ik ook maar niet meer naar het avondmaal. Dat is niet goed, dat is niet goed. Dan komt u alleen maar verder in de duisternis. Ik las dat nog bij enkele Puriteinse schrijvers, dat dat nooit de oplossing kan zijn. Want ook het sacrament wil de Heere gebruiken. En ik las bij Comrie, gemeente, en ik vind dat een prachtige uitspraak. Comrie zegt, wat u niet moet doen als het donker is, dan moet u niet alles ter discussie gaan stellen van het verleden. Hij zegt, dat doet toch ook niet iemand die in een donker huis komt. Dan gaat hij toch ook niet alles ter discussie stellen. Dan gaat hij toch ook niet alles opzoeken wat hij kwijt is, want hij kan het toch niet zien. Hij zegt, nee, dan moet u stilzitten en wachten op de Heere met de middelen. Die moet u dan gebruiken. Wachtend op zijn leiding, ook op zijn vertroostingen. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente, en dat is het onderwijs dat de Heere geeft. Geliefde, zo stonden we stil bij de aanwezigheid van Christus. Niet zoals Rome het leert, ook niet zoals Luther het leert, maar wel zoals Calvijn het ons voorhoudt. En Christus aanwezig als de grote gastheer, maar ook de Heilige Geest die uitgaat van de Vader en van Christus, die verbindt Christus in de hemel met de zondaren aan de tafel, nu in het bijzonder en ook onderling. Gemeenschap met de borg en gemeenschap rondom de borg. En dan het tweede, gemeente. Ja, er is wel onderwijs aan de tafel. Dat leert Christus ons. Ik lees u nog een stukje voor, nog een keer, van zondag 29, antwoord 79. Als antwoord op de vraag waarom Christus het dan, ja, zijn lichaam noemt dat brood en de drinkbeker zijn bloed. Antwoord, Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Het is belangrijk, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Dat is het eerste. Onderwijs. Christus geeft onderwijs. Gemeente, we mochten dat recent al ook beluisteren. In de belijdenisdienst ging het ook in het bijzonder over het levende water. Het is eigenlijk hetzelfde als wat toen gezegd werd over het levende water. En de dorst naar het levende water. We hebben toen gezien, zalig zijn die dorsten naar dat water. Waarvan Christus zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. We hebben toen gezien dat water, ja, dat is nodig voor je lichaam. En als je lichaam bemerkt dat je te weinig vocht hebt, dan gaat er een signaal af. Dorst heet dat. Alle kinderen weten dat. Ik heb dorst. Waarom heb je dorst? Nou, omdat je lichaam zegt, denk erom, het wordt tijd dat je gaat drinken. Anders gaat het niet goed met je. En iemand die langere tijd niet drinkt, die zal sterven. En zo is het ook met eten, gemeente. Je kunt wat langer zonder voedsel, maar op een gegeven moment krijg je zo'n hongergevoel. En dan zegt papa of mama, nou ja, honger, honger, trek bedoel je, je hebt trek. Ja, nou ja, jij zegt, ik noem het honger. Dat gevoel van ik wil eten, nou dat is inderdaad een heel gezond teken. Dat je lichaam zegt, het gaat niet goed met je. Als je nu geen voedsel tot je neemt en dat hongergevoel wordt sterker en sterker, totdat je eet. En gemeente, dat hongergevoel kan nog versterkt worden als je ruikt. Als het heerlijk ruikt naar vers gebakken brood bijvoorbeeld. Oh, nou krijg ik nog meer zin in eten. Mag ik een stukje ervan? Ik kom daar zo nog eventjes op terug. Want dat heeft natuurlijk ook een geestelijke betekenis. En gemeente, dat bedoelt Christus. Hij heeft zojuist het brood vermenigvuldigd voor de mensen. Ze zijn hem gaan volgen. Waar is hij? Want ze willen nog meer van dat brood, dat aardse brood. Maar dan zegt de Heer Jezus, oh, zo wil ik het niet. U zoekt mij omdat u van de broden hebt gegeten. Maar u moet dat
U moet mij om andere redenen zoeken. U moet in mij geloven. Om eeuwig te kunnen leven. En dan gaan de mensen twisten met hem en zeggen, hoezo? Waar heeft u het over? Wij hebben in het verleden manna gekregen, onze vaderen in de woestijn. Dat gaf Mozes hen. En u dan? U heeft wel een groot wonder gedaan, maar vergeleken met Mozes, iedere dag manna. Nou, dan mag u toch nog met eeuwig gesproken wel even doorgaan. En dan zegt de Heer Jezus, ho, dat gaf Mozes niet. Dat gaf de hemelse vader u. En vergeet één ding niet, zegt hij. Al die mensen in de woestijn die van het manna hebben gegeten, zijn wel gestorven. Dat manna hield hen niet in het leven. En dan gaat hij het op zichzelf toepassen. Ik ben de gave van de hemelse vader. En dan vergelijkt hij zich met het brood, met het manna. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dat brood eet, die van mijn vlees eet, die van mijn bloed drinkt, dat wil zeggen wie in mij gelooft, die zal eeuwig leven. Niet sterven, maar leven. Weet je, dat wordt hiermee bedoeld. Daarom het brood aan de tafel. Het is een symbool. Het symbool van dat we moeten eten van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Ja, zegt de Heer Jezus, u zult sterven voor eeuwig als u daar niet van eet. En gemeente, hoe komt het nou dat er zoveel mensen aan voorbij gaan? Die zeggen, ik hoef dat niet, zoals velen Christus hebben verlaten. Van al die honderden mensen die hem toen omringden, of misschien wel duizenden mensen, blijft er maar een heel klein groepje over. Nou, laten we even luisteren wat die mensen zeggen, die weglopen. Deze reden is hard, deze preek is moeilijk, deze preek willen we niet. We willen niet van een ander gaan leven. Nee, ze begrepen heus wel dat het geestelijk bedoeld was, dat het beeldspraak was. Maar ze hebben er geen behoefte aan. We redden onszelf wel. We hebben toch onze tempel en we hebben toch onze werken en we hebben toch onze offers? Nee, wij kunnen onszelf wel zalig maken. Deze mensen geloofden niet dat ze verloren zouden gaan, tenzij ze in Christus zouden geloven. En dan gaan ze. Ze hadden geen honger naar dat brood des levens. En daarom zegt de Heer Jezus, zonder honger gaat niemand ervan eten. Dan laat u het liggen. Dan zegt u, er is wel wat anders te vinden in deze wereld of in de kerk. Dan zoek je het in de uiterlijke dingen en daar ben je tevreden mee. Maar gemeente als de Heere, die echte honger verwekt, en dat is een zakendaad van hem, die hij geeft in de wedergeboorte. Waardoor je gaat hongeren naar Christus. Waardoor je gaat zien, ik ga sterven en dat voor eeuwig. En ik kan voor God niet bestaan met mijn zonden en met mijn schuld. Heer, ik heb een zaligmaker nodig. Ja, ik heb de zaligmaker nodig. Er is geen zaligmaker dan Christus alleen. Gemeente, dan gaat de Heilige Geest je richten op hem alleen. En dan snijdt hij alle andere mogelijkheden af. Ik heb het al vaker aangehaald, dan wordt het een afgesneden zak. Geen mogelijkheden in mij. In mij is de dood. Geen mogelijkheden bij mensen. Geen oplossing in de uiterlijke dingen. Maar dan wordt het Christus alleen. Oh, wat wordt die naam dan dierbaar? Wat wordt die dan liefelijk? Wat wordt die noodzakelijk? Wat ga je naar hem uitzien? Gemeente, dan ga je de prediking zo anders beluisteren. Met honger, met verlangen. Och, dat hij dat brood toch in mij zou willen geven. Opdat ik ervan eten zal. Want gemeente dat te eten geven, dat doet de Heilige Geest. Die geeft honger en die geeft te eten. Ook weer opnieuw. Ja, het is een zaak van steeds weer opnieuw. Ook hongeren naar hem. Verlangen naar hem. En eten van hem. Maar dan ga je het ook leren, gemeente. Als je zelf dat brood zou moeten pakken en zou in je mond zou moeten doen, je zou het niet kunnen. Je wordt zo afhankelijk van hem. Je zegt, Heere, doe alles in mijn leven. Dan moet die Heilige Geest doen. Zonder die Geest blijft Christus buiten ons. Het is daarom de Geest die toepast. De Geest die doet hongeren. De Geest die doet verzadigen. En gemeente, wat mag je dan ook met vreugde zien op zijn werk? Dat mag je ook niet
niet betwisten je leven. Als daar dat verlangen is gekomen. Als daar die honger is. Oh, dan mag je het Heer voorhouden. Heer, als dat nou van u is, gaat er toch mee door. Gaat er mee door. Totdat ik verzadigd mag worden. En ook weer opnieuw. Heer, verzadigd me opnieuw. Och, wie ik derwaarts weer geleid. Was pas een preek in een kleine gemeente. Toen zongen we dat. Och, wie ik derwaarts weer geleid. En ik zag er een vrouw in de gemeente. En de tranen liepen over de wangen. Ik was eigenlijk wel benieuwd wat er in haar omging. En afloop sprak ik ze even. En het was waar. Ze zegt, de Heer maakte het oude weer nieuw. Heer, wie het ik derwaarts weer geleid. Gemeente, dat wil de Heer ook doen aan de avondmaalstafel. En al Gods kinderen zullen toch als het goed is belijden. Het is geen automatisme. Ik kom weer opnieuw. Moed de armen na tot de God die zalig maakt. Ze komen als een Mephiboset naar de tafel. Staat er zo aan het eind van het hoofdstuk. En hij zat dagelijks aan de koningstafel. Met die benen die hem daar niet konden brengen. Met die voeten die verminkt waren. Zulke mensen zijn het. Ze blijven zo afhankelijk van de Heer. En als ze denken dat ze het zelf weer kunnen, gemeente, dan houdt hij zijn liefde in. En dan houdt hij zijn troost in. Dan gaan ze het bemerken. Oh, waar is hij toch? Waar is hij toch? Wat ben ik zorgeloos geweest. Ik lag op het bed met de bruid uit het Hooglied. En die bruid, wat deed ze? Ze stond op en ze ging naar de deur. En ze rook hem nog. Maar hij was verdwenen. En dan gaat ze naar huisje uit en ze gaat hem zoeken. Tot ze hem weer gevonden heeft. Want ze moet het weer horen uit zijn eigen mond. Zeg me toch. Dat ik uw liefste ben. Dat u mijn liefste bent. Moet het zelf weer opnieuw horen. Door het woord, gemeente, door de belofte. Maar ook door de sacramenten die de Heere geeft. En dan wordt het toch. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ten tijde. Als hun koren en most vermenigvuldigd zijn. Wat een onderwijs geeft de Heere, gemeente. Zonder brood zul je sterven. Zonder Christus gaat u voor eeuwig sterven. De eeuwige dood. Maar bij hem is het leven. En ik zei al, de hongergemeente die wordt aangewakkerd als u de geur van dat brood ruikt. En ik geloof, ik ben ervan overtuigd dat als in de prediking Christus mag schitteren en wordt uitgestald, gemeente, dan gaan die hongergaten nog meer hongeren naar hem. Toch? Dat kan toch niet anders? Als hij zo wordt aangeprezen, zoals we dat in zijn woord zien gebeuren, als we dat lezen in de schriften. Als de Heilige Geest hem zo bekend gaat maken. Maar ook in dat eenvoudige middel van de prediking en in de gesprekken. Als het goed is, hebt u die toch ook. Oh, dan wil hij dat ook gebruiken. Om meer verlangen naar hem te geven. Daarom spreek ook met elkaar. Gemeente, het is niet alleen een zaak van u alleen. Nee, de Heer zegt, spreek er ook met elkaar over. Opdat die honger en die dorst ook meer gestalte mag krijgen. Maar ook dat verzadigen. En ook de gemeenschap met hem mag worden ontvangen en mag worden versterkt. En dan het laatste, gemeente, zijn verzegeling. Dan gaat het antwoord verder, dat er ook een verzegeling is. Dat doet het sacrament. Maar veel meer heeft hij het ingesteld. Dus dat onderwijs was belangrijk en is belangrijk. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. Te verzekeren dat het vast ligt. Dat wij zo waarachtig zijn zware lichaam en bloed. Door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden. Als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Dus gemeente, dat verzegelen en verzekeren. Net als bij de doop, weet u nog, het was niet een verzegeling van mijn geloof, maar van de toezegging van de Heer.
En zo is het nou ook in het avondmaal. We komen niet mijn geloof verzegelen en zeggen, kijk eens gemeente, hoeveel zekerheid ik heb. Nee, zo kom je niet. Het is vanmorgen ook gehoord vanuit het formulier. Opdat we mogen geloven, tot dat genadeverbond te behoren. Geef de Heere het sacrament van het heilig avondmaal. Met de verzekering. Ja, hij doet dat, zo schrijft Guido de Bre in de geloofsbelijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, vanwege onze grovigheid. Omdat het woord niet genoeg lijkt te zijn. Geeft de Heere er wat bij. Symboliek, tekenen van echtheid. En gemeente, we zijn dat in het gewone leven ook wel gewend. Stel dat een jongen tegen een meisje zegt, wat hou ik veel van je. Maar hij blijft met zijn handen op de rug naar haar kijken. Dan zal het meisje zeggen, ja maar, ja, sla zijn arm dan om me heen. Geef me dan eens een kus. Dat zijn tekenen van die liefde. En dat wordt steeds meer. En dat wordt bezegeld in het huwelijk uiteindelijk. En dan zeg je, ja, dat hoort daarbij. Maar die woorden, die zijn ook belangrijk. Want andersom zou je het ook niet willen. Stel dat een jongen alleen maar, ja, wil knuffelen, maar nooit zegt ik hou van je. En dat meisje zegt, maar hou je van me? Ja, daar zeg ik liever niks over. Dan zeg je, ja, maar wacht eens even. Ik wil wel die woorden van je. Is het nou wel of niet zo? Nou, zo is het nou ook in het geloof, gemeente. We kunnen niet zonder het woord doen. En het sacrament komt daarbij. Dat verzegelt het. Dan zegt de Heer Jezus tegen al die meeverboosheids die vanmorgen aan de tafel waren, maar die ook in de bank bleven zitten. Ik zeg het ook maar tegen degene die geen vrijmoedigheid hadden, maar die zeggen met de discipelen, tot wie anders zal ik gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Oh ja, ik zeg het tegen u. U heeft niet goed gedaan door te blijven zitten. U heeft de meester daarin niet geëerd. Ik mag u daarin niet prijzen. Ik zal het ook niet doen. Maar hij zegt niet, nu zal ik u verlaten. En nu zal ik niet meer naar u omzien. Dat zegt hij niet. Nee, hij zegt het ook vanmiddag. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Beloof hem dan, als het zo in uw leven ligt, dat u een volgende keer dan wel zult komen. Zeg maar, Heer, geef me dan de vrijmoedigheid. Zal hij zo iemand laten staan? Wijs hem maar op Mephibozet. Heer, Mephibozet had toch ook niks in zichzelf. Hij was een dode hond, maar hij mocht aan de koningstafel zitten. Meent je, dan wil de Heer, en ik heb het vanmorgen zo vaak mogen zeggen bij het rondgaan, dat stukje brood niet zomaar een stukje brood is. Ja, het is wel gewoon brood, maar dat hij daarmee wil zeggen, oh mijn kind, voel eens, tast eens, proef eens. Dit ben ik. Ik voor jou. Geloof me dan op mijn woord. Maar ook met dit teken in je mond. Ik voor u. Het is echt waar. Het is alsof hij zijn hand in de uwe legt. En als je dat slokje wijn mag drinken, dan klinkt daar uit zijn mond die hartelijke, die welgemeende aanbieding van zichzelf. Mijn bloed vergoten voor u. Gemeente, zo is hij dan ook aanwezig. Naar zijn godheid, naar zijn majesteit, naar zijn genade en geest. In die tekenen van brood en wijn. Dan wordt er toch iets ook, als hij erin meekomt, geproefd van wat we lezen. Het hooglied, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelze mij. Hij kusse mij met de kussen zijn smons. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen van de uitnemendheid van zijn liefde vermelden. Meer dan de wijn. Meent u, dat doet de Heer. Ik hoor je ook horen Jacob zeggen. Gewisselijk. De Heer is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Dit is niet dan een huis Gods. Dit is een poort des hemels. En gemeente, als het hier op aarde, dat bij tijden zo goed mag zijn, dat alles wegvalt, dat je zonden mogen wegvallen. Ja, gevallen op Christus, dat er vrede in je hart mag zijn, dat de Heer dichtbij is, nabij is, dat je voor niemand hoeft te vrezen. Hoe zal het dan straks zijn?
als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Zong eens een dichteres. Als de Heere hier al ten dele zoveel geeft te proeven en te zien, hoe zal het dan zijn als u hem van aangezicht tot aangezicht mag aanschouwen, zoals onze broeder van de klooster nu mag doen? En anderen, de velen die hem zijn voorgegaan in onze gemeente. Ze zitten al aan die tafel, wat hun ziel betreft, en ze worden al verzorgd uit zijn hand. En ze zien hem zoals ze nog nooit hebben gezien, in zijn volheid, in zijn heerlijkheid, volmaakt. Ook de kleintjes, gemeente, zijn welkom. Heeft u dat? Ja, dat heeft u wel begrepen. Hè? Ook de kleintjes. Ja. Die hun toevlucht tot Christus hebben genomen. En niet anders kunnen zeggen met de discipelen: gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Tot wie anders zal ik gaan? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zegt: we moeten die kinderen maar geen eten geven. Ze zijn nog te klein. Nee, toch? Nog nooit gehoord. Nee, dat zeg je niet tegen een kind of over een kind. Laat het eerst maar wat groter worden, dan gaan we wat eten geven. Dat kan niet. En daarom, gemeente, het is voedsel voor de ziel. In het woord en in het sacrament. Zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken, deze beker hem gegeven wordt en gij deze tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt.